Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Jeroen Windmeijer en Thomas Aldeheuvelt. Ga lekker zitten, man. Ga lekker zitten. Jeroen, Thomas. Zo, ga lekker zitten, ga lekker zitten. Hoppa. En ik vergeet nog helemaal te zeggen nog, Thomas, je hebt ook nog... Want er staat daar... Ja, trillergeschenk geschreven. Dolores Dolly Poppedijn. Klinkt heel lieflijk. Klinkt heel lief, maar voor mensen is het gruwelijk. Mm-hmm. Gruwelijk, ja, ja, ja. En dan kent iedereen nu vanaf de zaterdag, als je dus €12,50 koopt. Iedereen die willekeurig wel boek koopt, of het nou die van Jeroen of die van mij is, ja, krijg je dit boekje erbij. Leuk jongens. Ik ben echt zeer vereerd dat jullie alle twee hier vandaag zijn. Ik ook, dankjewel. En trouwens, kennen jullie elkaar al van tevoren? Hebben jullie elkaar iedere keer ontmoet? Eén keer bij Scheltema. Dat was een grote CES-sessie, De Nieuwe Oogst, met 40 auteurs. Toen stond ik het tafeltje naast Thomas, dus toen hebben we elkaar ontmoet. Ja. En jullie kennen elkaars boeken? Elkaars werk? Oh, dat is mijn gast. Ik heb Heks gelezen, ja. Pak maar dat glas. Oh, dat is jouw oog. Ja. Ja. Ja, het is dubbel gesprek, je moet toch ergens bij iemand beginnen, ja, natuurlijk. Jeroen, ik wil met jou beginnen. Met het Pilgrim's Fathers complot. Maar ik wil eerst beginnen. Je wordt genoemd als de Nederlandse Dan Brown. Ja, de Dan Brown van de Lage Landen. Van de Lage België. Landen, ja, ja. België hoort daar ook bij. Daar hoort België ook bij dan, ja. Wat vind je van die titel? Ik vind het mooi. Ja, ik vind het een mooi compliment. Ik lees graag Dan Brown. Hè. Goede boeken zitten stevig in elkaar. Je leest ze vlot uit. Goede verkoopcijfers heeft de man. Ja, jij ook. Ja. Dus het is, maar, kijk, ik was natuurlijk leraar, tot 1 januari was ik leraar godsdienst. Ik heb mijn baan nu opgezegd om volledig te kunnen leren, kunnen richten op het schrijverschap. Natuurlijk onbekend, of misschien nu iets bekender, maar relatief onbekend. Dus dan is het goed dat mensen je kunnen plaatsen. Ja. En dan kunnen mensen denken, oh, ik hou van zulke soort boeken. Of ik hou niet van zulke soort boeken, maar dan weten ze in ieder geval een beetje wie je bent. Maar mensen hebben er wel een bepaalde verwachting van, oké, ja, dit soort genre, dat daar gaat... Ja, klopt. Ja. Het is wel waar mijn boeken zich onderscheiden van zijn boeken, is dat hij erg erop uit is om godsdienst onderuit te halen. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik denk dat ik godsdienst in het algemeen met wat meer respect behandel. In het nieuwe boek ook gaat over de vrijmetselaar, speelt een belangrijke rol. Kun je kort vertellen waar een paar zinnen, waar het Pilgrim's Fathers complot? Nou, de Pilgrim Fathers waren Engelse fundamentalisten, puriteinen, die in 1609 uit Engeland zijn gevlucht. Ze werden vervolgd, hè, omdat ze zich eigenlijk wilden afschrijven van die Anglicaanse kerk. Het waren protestanten? Protestanten, maar heel puriteins. Ze vonden dat die reformatie niet ver genoeg was doorgevoerd in Engeland. Ze zijn naar Nederland gekomen, hebben hier 11 jaar gewoond, vonden eigenlijk Nederland ook te liberaal. En zijn naar Amerika gegaan om daar hun geloof te kunnen vormgeven zoals zij dat wilden. We zouden ze nu beschouwen als fundamentalisten die eigenlijk een soort theocratie wilden stichten. Dus moeten we daar ook weer niet al te romantische ideeën over hebben van... Keihard waren ze. Ja, ze waren toch vrij... gewoon fundamentalistisch, wat rechtlijnig. Er zijn 9 Amerikaanse presidenten die hun wortels hebben in die Pilgrim Fathers, de hele Bush-familie. Obama van de moederskant. Aan de moederskant zijn Obama en Bush nog aan elkaar verwant zelfs. Dus het is een hele belangrijke geschiedenis. In 2020 is het 400 jaar geleden dat ze vertrokken zijn naar Amerika. Wordt grootste herdacht. Dus ik dacht, ik spring daarop in. En dat is ook, dat was de aanleiding om daar op te gaan inspringen? Ja, 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 een vriend van mij grapte, hè, eerst had je Petrus en toen Paulus, dat ik een derde titel met een P nodig voor de Leidse trilogie. Dus gewoon bij de Pilgrim Fathers. Maar het is een schitterend onderwerp. Hè. Veel geschiedenis, veel godsdienst. Mijn eigen stadje Leiden speelt een belangrijke rol. Maar ik kon ook uit Leiden weg, want het speelt zich ook af in Amerika, rond Boston. En ze gaan uiteindelijk naar de Sinaï. Ik verweef het verhaal met de Exodus. De Pilgrims zagen zichzelf ook als een nieuw volk. Als het volk gods dat ook wegtrok uit Europa naar het nieuwe beloofde land Amerika. Hè, waar helaas wat Indianen woonden, maar die konden opzij geschoven worden. Maar Jeroen, elke thriller, dat is een moord. Ja. En jouw verhaal begint met een gruwelijke moord bij de vrijmetselaars. Ja, de voorzitter van de vrijmetselaars wordt vermoord. Ik verweef 2 verhalen door elkaar heen. Het verhaal van de vrijmetselaars, de geschiedenis daarvan en het verhaal van de Pilgrim Fathers. Ik heb begrepen dat mijn boek bij de vrijmetselaars goed is gevallen. Ik ben zelf al bij verschillende loges geweest om lezingen te houden. Ja, precies. Maar het is opvallend, want als je denkt aan de vrijmetselaars, denk ik aan een hele mystieke, geheimzinnige club. Ik
Ken je ze van binnen, met de vrijmetselaars? Ben je ooit een keer binnen geweest? Nee, ik ook niet. Het hangt natuurlijk aan een van rituelen, maar ze zijn blij dat ze eigenlijk een keertje op een normale manier worden besproken, worden behandeld, met respect voor hun rituelen. Ik ben bij een open avond geweest, ik heb een lezing van de achtbare meester, zoals de voorzitter heet, heb ik integraal verwerkt in het boek, verspreid over verschillende personen. En ze zijn blij dat ze een keertje niet worden neergezet als de mensen die achter ieder denkbaar complot in de wereld zitten. Ja, ik krijg heel typische mensen op me af bij signeersessies. Mensen die denken van, u bent toch ook een complotdenker? En die dan tot en met de paarden die worden afgesloten op de Oostvaardersplassen, denken ze ook dat de vrijmetselaars daar achter zitten. Ja, het is. Ze hebben wel een punt. Het gaat dan over de chemtrails en dan moet je dat op een gegeven moment echt afkappen. En dan, ik krijg ook hele rare manuscripten opgestuurd van mensen die de sleutel hebben gevonden tot het boek Openbaring. En of ik dat lees je die dan ook? Nee, dat is 500 pagina's. Dus maar je weet niet met wie je te maken hebt, dus ik heb al een heel beleefde mail terug. Dat het me aan tijd ontbreekt. Maar het is een wonderlijke wereld. Ook bij het doen van onderzoek, je bent maar... Bij het doen van onderzoek, je bent maar 2-3 klikken verwijderd van hele vreemde sites, waarbij je, voor je het weet, kom je bij de protocollen van Zion en hele antisemitische sites kom je uit. Ja. Met grote complotten. Dus daar ben ik vandaan gebleven. Ik heb veel geschiedenis in mijn boeken, veel godsdienst, veel Nieuwe Testament, Oude Testament. Maar ik probeer een evenwicht te vinden tussen feit en fictie. Ja, en daar ben je heel goed in. Blijkbaar, ja. Dat is goed gelukt. Ja, zeker nog, want bij je vorige boeken, Paulus Labyrinth, heb je volgens mij hetgeen over een labyrinth onder de stad Leiden. Ja. En mensen gingen echt aan jou vragen, waar is dat labyrinth dan? Ja. Dat is de ingang. Ja, waar is de ingang? Ja. Nou, regelmatig krijg ik inderdaad nog steeds mailtjes van mensen die vragen, is het al voor het publiek toegankelijk? Dus dan moet ik ze teleurstellen. En in mijn nieuwe boek heb ik een document verzonnen dat zogenaamd is gevonden in het archief van Leiden, bij Erfgoed Leiden. Ik heb nog een 1 april grap uitgehaald in het lokale suffertje. Groot oplage, 80.000, geposeerd met het document en een willekeurig boek uit de kast. Van hier, in dit boek is het gevonden. En het erfgoed Leiden heeft daar een medewerking aan verleend. Ze vond het allemaal fantastisch, totdat de eerste mensen zich melden bij de balie dat ze hier het document wilden inzien. En toen was ze not amused, toen is ze me gebeld. In het tweede druk staat ook heel nadrukkelijk dat het document niet bestaat, dat ik het heb verzonnen. En ze vond het niet meer grappig. De kracht, maar ook de macht, wat een verhaal teweeg kan brengen. Ja. Ja, ik vind het zelf mooi. Iets hoeft niet waar gebeurd te zijn om waar te zijn. Hè. Ik kan naar een film kijken. Ik kan weten dat die scène 30 keer is gespeeld. Dat iemand het heeft geschreven. Het zijn acteurs. Er staan mensen van het licht. Er staan mensen van het geluid. Er staan cameramannen. En toch kan ik tot tranen toe ontroerd zijn. Terwijl ik weet dat het niet echt is. Ja. Maar blijkbaar wordt daar iets verteld wat appelleert misschien aan een eigen ervaring. Iets wat ik heb meegemaakt. Dus toch... Toch kan daar een soort waarheid over het leven in verteld worden. Dat vind ik mooi. Waren de basis dus niet waar gebeurd, maar wel waar. Hè? Net de verhalen van Jezus. Ik ben niet gelovig, maar ik ben wel echt een enorm fan van Jezus. Ik ben echt... En wat maakt Jezus voor jou echt een... Ben je echt een fan van Jezus? Ja, absoluut. Ja, ik was dus leraar godsdienst, een leerling op het christelijk lyceum. Het had wat voet in aarde voor ik werd aangenomen. Mensen wisten dat ik niet gelovig was... Maar toch erg met dat thema bezig was. Ik had t-shirts met Jezus, een mop met I love Jesus. Dus mensen wisten wel, hè, de directeur en nog de rector, en er was allemaal nog extra overleg. Ze wilden natuurlijk niet dat ik dat ridiculiseerde met kinderen uit Katwijk, Rijnsburg, waarvan kinderen denken dat God 6000 jaar geleden dinosaurusbot in de aarde heeft gestopt om het geloof van de mensen op de proef te stellen. Die kunnen ook in mijn klas zitten. Dus ze wisten echt dat ik heel serieus... was en ben. Maar wat fascineert je dan aan Jezus dan? Nou, ik denk dat als ik daar in die tijd zou hebben geleefd, dat ik onmiddellijk mijn vissers net zo hebben weggegooid als hij was langsgekomen om hem te volgen. Het lijkt me, ik denk dat het een ontzettend charismatische man is geweest bij wie je graag wilde zijn. En dat je ook een beter mens wilde zijn als je in zijn aanwezigheid verkeerde. Ik lees graag voor het slapen gaan in het Nieuwe Testament. Ik vind mijn vrouw wat eigenaardig. Die heeft vandaag ga je het hebben dan over de openbaringen dan. Ja, die heeft een islamitische achtergrond. In het Turk zei ze ook altijd dat ik in Turkije vertelde dat ik docent filosofie was. Want als ik docent godsdienst was, dan was ik een imam. En dan zou zij met die imam zijn getrouwd. En daar wilde zij juist afstand van nemen. En Tom, ben jij gelovig? Nee. Niet? Nee. Ook niet opgevoed, gelovig opgevoed? Nee. Atheïst. Atheïst. Oké. Okay. Ja. Hebben we er iets met geloof dan? Integendeel. Ja, juist Echo werd door Parool laatst, kopte het is als de Exorcist, maar dan zonder religie.
Ja. Dus ze haalden duivels weg, haalden de exorcist weg. En ja, nee. In jouw boeken speelt geloof eigenlijk, of religie gewoon helemaal geen... Ook bewust niet. Ik heb Heks toen herschreven voor een Amerikaanse editie. En Stephen King doet dat natuurlijk altijd meestelijk. Die heeft dat klein steeds, dat dorps Amerika eigenlijk. Maar altijd het personage van de reverend, hè, de pastoor, de priester, een rol speelt. Dat heb ik juist ook in de Amerikaanse editie niet gedaan, om dat oer-Hollandse karakter erin te houden. Ja. Maar ik ben heel gefascineerd, want ik kom in augustus komt een nieuw. Ik ga nu 3 boeken schrijven die zich in Latijns-Amerika afspelen. Mijn nieuwe boek is Augustus. Een nieuwe trilogie. Ja, Latijns. Dat heet De Offers. Gaat over Moeder Aarde. Het offers brengen aan Moeder Aarde, maar ook het offer van Christus. Ik ben net maandag teruggekomen van 3 weken rondreis door Peru. Bij Titicaca meer. En daar speelt dus heel erg dat geloof in niet alleen de Moeder Aarde, maar ook dat er bergen een ziel hebben. Een ziel hebben, hè? Ja. De apus. Dat moet je aan offeren, die kunnen zich tegen jou keren. Ja. En niet alleen je onderhandelt met de regen, je onderhandelt met de hagel. Voordat je gaat ploegen, maak je een gat in de grond waar je sigaretjes in stopt, kokoplaatjes, suiker, alcohol. Je vraagt vergeving aan die aarde. Je zegt, ga je openmaken, sorry. Ga goed voor je zorgen, wil je goed voor ons zorgen. Dus daar ben ik echt wel ontzettend benieuwd. Ik ving iets op met dat die berg meer is dan een stapel stenen, toch kom ik er heen. Dat raakt precies wat ik interessant vind. Ja, precies. De kracht van de natuur. Ja, de ziel. De zieling van de natuur. Precies, de aantrekkingskracht. Ja. Klopt dat een beetje, zo'n apu, zo'n berggeest? Of zit dat er een beetje, of ga je dan te veel weggeven? Nou, nee, zeker. Nee, ik ben bergbeklimmer. En ik, als je als mens tegenover een berg staat, kun je soms zo nietig en betekenisloos voelen tegenover zoiets in Himalaya. En dat is bijna een soort religieuze transcendente ervaring, omdat dat lijkt bijna een soort bezieling in zo'n berg te zitten. En monniken en goeroes en die gingen naar boven en die kwamen terug met inspiratie van het goddelijke. Ja, bergen spelen alle godsdiensten. Ja, precies. Ja. Hele godsdiensten zijn ontstaan in de bergen, absoluut. Ja. Ja. En ook het idee van, wij stellen geen ene flikker voor. Wij zijn eigenlijk dood, maar die berg die blijft gewoon nog miljoenen jaren blijft die nog gewoon nog intact. Ik wil toch even, Jeroen, even terug naar Leiden. Want ik ben historicus en ik hou heel erg van dit soort historische toch wel romans. Ik heb nooit geweten dat die Pilgrim Fathers, die kwamen eerst terecht in Amsterdam. Heel kort. Heel kort, maar daar was het te liberaal. Of ze raakten weer betrokken bij allebei godsdienst-twisten. Ze dachten, wegwezen hier, dachten ze. Maar ze hebben toch enkele jaren dan in Leiden... Van 1609 tot 1620. Ja. En wat voor stad was Leiden in die tijd dan? Nou, heel erg booming, hè, met de textielindustrie. Dus het was, ik geloof dat bijna de helft van Leiden bestond uit arbeidsmigranten uit België. Hugenoten, Joden uit Spanje, Portugal. Enorme religieuze verscheidenheid. Heel veel boeken werden gedrukt die elders in Europa niet gedrukt mochten worden. Leiden was echt net een nieuwe universiteit die Leiden cadeau had gekregen natuurlijk van Willem van Oranje na het heldhaftig verjagen van de Spanjaarden, wat wij nog steeds vieren op 2 en 3 oktober. Het was een ongelooflijk rijke stad, er gebeurde heel veel, het groeide, het leefde, veel intellectuele uitwisseling, dus het was een booming city. Ja, een ongelooflijk interessante stad. Ja. En wat ik zo interessant vind... Een 12-jarig bestand was toen, dus daar was het relatief veilig en dat liep af in 1620. Ja. 21. Ja, maar dat was voor hun toen de reden om... Ja, ja, ik was historiek is wel het woord, hè? Ja. Een stukje achteruit. Maar daarom gingen ze... Jij met Jezus, ik met jaartallen. Ja. Maar toen gingen ze... Toen dachten ze van, het werd alweer hier en daar gevochten. Ze zagen de onrust ook aankomen en dachten, we moeten weg. In jouw boek speelt Invented Traditions een belangrijke rol. Mensen gaan verhalen vertellen om een traditie maar in ere te houden. Ja. Ja, we lijden natuurlijk ook. Leiden. We hebben natuurlijk het verhaal van de burgemeester van de werf die zijn lichaam zou hebben aangeboden op de laatste paar dagen aan de bevolking. Zo van eet mij maar op, hè, als er niks meer te eten is. Van 18.000 mensen waren er 6.000 mensen omgekomen. Nou, dat is aantoonbaar niet waar. Hè. Ik mag een slokje water van jou? Ja. Mijn water is jouw water. Thomas, dat is een water. Mijn water is jouw water. Dat zou Jezus ook gezegd straks hebben. Straks verandert Straks verandert er nog iemand. En dat is van een atheïst. Hij stond juist op het punt om de stad over te geven aan de Spanjaard. Dus na afloop heeft hij een soort, wat wij hoe heet dat? Iemand die verhalen verandert. Spindokter. Ja. Die heeft een biografie geschreven, heel heldhaftig, waarin hij juist een fantastische rol had. Dat is dus
aantoonbaar is dat niet waar, maar toch leren kinderen het op school. En toch willen mensen het geloven. Ja, maar ook, hè, we hebben natuurlijk Hansje Brinker die zijn vinger in een dijk steekt. Of we hebben, ik ben bij Amerika, bij Boston geweest, waar een rots is waar de pilgrims aan land zouden zijn gegaan. Cape Cod is dat toch? Ja, hè, dat is een monument omheen gebouwd. Een grote rots staat in Pilgrims 1620. Aantoonbaar onjuist, hè. Ze zijn aan een baai, aan een zandstrand aan de andere kant aan land gegaan. Maar de gids die ik sprak, die zei, ja, je zou deze rots niet meer kunnen verplaatsen. Mensen zouden zich vastketenen. Afstammelingen van die pilgrims staan hier met tranen in de ogen selfies te maken. Want dit is waar hun voorvader aan land gingen. Iedereen weet dat dat niet waar is. Maar dat is toch fascinerend? Ja, net als Petrus. Hè, mijn eerste boek bekend is van Petrus. Er is nul bewijs dat Petrus ooit in Rome is geweest. Toch is die hele Sint-Pieter op zijn vermeende graf gebouwd. Nul bewijs. Het enige is een geschrift. Handelingen van Petrus uit de derde eeuw. Dan komen pratende honden in je voor, pratende baby's, vliegende mensen. En het Quo Vadis verhaal komt daar vandaan. Nul bewijs, maar toch is daar een heel katholiek geloof op gebaseerd. Terwijl Petrus absoluut nooit in Rome is geweest. Maar goed, mensen willen het graag geloven. En als je maar lang genoeg aan elkaar vertelt, heb je natuurlijk in je eigen leven ook. Denk als je, ik weet van sommige verhalen die ik vertel ook niet meer goed of het, het echt gebeurd is of niet. Ja. Is er een onderliggende boodschap die je wilt meegeven aan de lezer? Nou, eerst plaats wil ik natuurlijk de mensen gewoon een leuk spannend verhaal lezen. Ja. Maar daarnaast wil ik ook laten zien wat je net zei, de kracht van verhalen. En dat als je, juist als je dus wel mensen die eigen interpretatie laat, als je niet uitgaat van de letterlijkheid van verhalen. Kijk, mensen slaan elkaar nu de hersens in kerken of daarbuiten of tussen verschillende geloven, omdat ze zeggen, ja, jij deelt mijn interpretatie niet. Zoals ik het verhaal van de verloren zoon lees, kun jij een andere visie op hebben. Misschien ben je geen vader, dan hoef ik niet tegen jou te zeggen, jij ziet dat verhaal verkeerd. En zo zou je zelfs vanuit verschillende tradities elkaar kunnen ontmoeten. Dan kan die buitenkant kan verschillen, maar ik geloof dat daar een soort onderlaag in zit, die op basis waarvan je elkaar zou kunnen ontmoeten. Dat is een mooie boodschap dan. Ja, ik denk dat ook zo werkt. Ja, mooi.